Please enjoy part 3 of the following meaningful lecture by Supreme Master Chinggai, titled Experience Heaven on Earth, given in Amsterdam, the Netherlands, on May 9, 1999. Because God is nameless, God is invisible in some way. So is it difficult for us to know Him? But if He has chosen someone to transmit this power from Him, then it's easier for us to relate. And then we can assimilate this gradually until we become one with God, until we know God completely. And that is the process of complete enlightenment. Soms kiest God iemand uit om een zender te zijn voor hem. Daarmee kan de vonk dan overslaan en kunnen we ook één worden met God. The person who is chosen to be a transmitting pole for God power is no better than anybody else on this planet. De vrouw of man die verkozen wordt is niet per definitie beter dan de rest. It's just that in order to light a thought, another thought has to be a light, and then you use that thought to light another, and then light another, and light another. De fakkel moet worden aangestoken, en met die fakkel kunnen we andere fakkels aansteken. Yes. So, in order to light many thought, one fire must be made in the beginning, and that is just a chosen pole. Someone has to begin first, and everything else comes from that. De gekozen pion, in dit geval, die vlam moet worden aangestoken en die moet branden zodat de rest kan ontbranden. So, in my experience that God has shown me, there's no mystery about how to know God. It's very, very simple. Even children can have the experience of God. Exactly the experience that is written in the Bible, like, if Moses has seen God as a big burst of flames, if other saints have heard God like the sound of many waters, we can experience exactly the same like that and more. Ook wij kunnen deelnemen aan een ontmoeting met God. Niet alleen Mozes met zijn brandende braambos en ook niet door in de woestijn te verkeren, maar er zijn andere manieren. That's why Jesus has told us that whatever he can do, we can do also. Zoals Jezus reeds zei, wat hij deed, kan de rest van de wereld idem. Because it's not him that was doing, it was the Father. Hij wist wat hij deed, want hij was de Vader. Similar to us, if we will be transmitted this God power, or we get rekindled this existing power within us again, then we can also experience heaven while we are living in this planet. Door deze goddelijke spirituele ervaring bereiken we hiermee ook een stukje hemel op de wereld. We can also have the healing power, we can also have the blessing from God, so we can share it with others. We can also be successful in spiritual life as well as material life at the same time. We can have both heaven and earth at the same time and enjoy both. Spirituele, maar ook lichamelijke krachten kunnen we opdienen, zodat en hemel en aarde tegelijk voelbaar zijn. Because most of us enjoy only the world and do not know there's another world exists that is heaven. We zijn niet altijd bewust van het feit dat er een andere wereld naast deze wereld. We heard that heaven exists and we can see it after we die. But it's not so. We can see it right now. We hebben gehoord dat er een hemel bestaat. Maar waar die is, weten we nog niet. Misschien na dit leven. En tegenstelling daartoe is het nu zelfs mogelijk om die hemel te bereiken. We can see it in two ways. One way is more materialized. Like after the process of transmission, we become happier, we become more intelligent, more quick reacting, more tolerant, more loving, and more successful in many ways. And sometimes we can even see the future and the past
And we can know how to solve the present problems, etc., etc. And all the people around us, our family, friends, became better and better also. And that is one materialized way of the grace of God. Het spirituele kan zich ook uiten in het nu, in het aardse, in het verleden, het heden en de toekomst. En wij kunnen deelgenoot zijn met de rest van de wereld. Ja? Yeah. Is enough? You don't? Is it that enough? No, I asked him. So you don't remind him anything? I'm trying to put the essence. Okay, the essence. All right. I hope you're satisfied. But there is another way that we can see heaven truly with our heavenly eye, and that is literally speaking. We can enter heaven as a place. There is nog een manier. There is nog een weg om het geestelijke te bereiken. And we enter it not by the physical body, but by a spiritual body. Niet op een lichamelijke manier, met de aardse wegen, maar door een geestelijke, spirituele weg. And then we can come back again to the physical body and continue our daily activities. And nobody ever suspects that we are a saint. Daarna hebben we verlichting bereikt. En hoewel het niet van ons af zal zijn te stralen, kunnen we het geheim misschien wel niet voor ons houden. Ah, that saves a lot of problems. Dat zal wellicht een probleem geven. And people don't come and flock to our house and start worshiping the dirt at our feet and make our home become a free cost and loss hotel. Als we verlicht zijn, als we verlost zijn van een aantal beslommeringen, dan zal het nog wel andere problemen geven. Nou, andere mensen zullen zich afvragen hoe. Yeah, because you know very well throughout the history. Any saint who became well known, then he's finished. He has no privacy, no time for himself, no home, no rest, no anonymity, nothing. He has become a servant of the public. De geschiedenis leert dat mensen die de weg weten, heiligen bijvoorbeeld, dat zij niet meer anoniem kunnen zijn, maar deelgenoot zullen worden met de rest van de wereld. En geen privacy meer kennen. See, in the old time, if you read the Bibles, any Bible, even the Quran, the Christian, the Buddhist, they stated some saints in their past. The way they see heaven, they come up to heaven and they heard a trumpet and they see the flame of God, you know, is God, and they heard God speaking and all that. Just a few experiences, and they have been so famous, even it's written in the record of the Bible. And we can have all this experience, but we keep quiet. Nobody knows. It's better. Ook al zijn er voorbeelden vanuit de Bijbel dat heiligen beschreven hebben op welke wijze het hier namaals of de hemel en de hemelse goddelijkheid en de hemelse vreugde kunnen krijgen en een tipje van de sluier hebben opgelegd en daarna de mysteriën zijn doorgebroken op deze wereld. Als wij hier deelgenoot van raken, dan kunnen we beter niet te veel over praten. Yes, we can see angels, we can see all the saints in the past and the present and the future. We can talk to God also in one way or another, in a heavenly language or even in human language, in Portuguese, in Dutch, in Deutsch, in French, in every language you can communicate with God directly. We zullen rechtstreeks kunnen communiceren met God in alle mogelijke talen, Nederlands, Duits, Engels, Frans, Portugees, maar ook misschien op een andere manier, een andere taal. And still no one will know anything about your inner development. En zullen weten hoe het zit met het ene of onze eigen ontwikkeling. Since ancient times, if we become well known for some reason, or maybe it's God's will that we become well known as a spiritual guide, then there is a lot of unpleasantness that surrounds us. Sometimes the spiritual teacher has been also persecuted by the people who do not understand, by the fanatics, by the government, or by some religious frenzies. Een profeet wordt soms niet in eigen huis geloofd, luidt het spreekwoord. Okay. You understand the rest. So it is better for us and it is advisable also that we keep our spiritual experience within ourselves, within the circle of
our people because we understand each other and we know that we have in the same experience. There's nothing strange, nothing mysterious, nothing blasphemous about it because we all have similar experience and we know very, very well. But outside people sometimes they do not understand. They will think that we are making up stories. Moeten we die wijsheid en het geluk en spirituele rijkdom, moeten we die voor onszelf behouden? Of moeten we die de rest van de mensen in onze buurt, moeten we die ook in laten delen? Moeten we ze laten leren hoe ze daarmee kunnen omgaan en ook kunnen bereiken? And that's the reason why many of the saints in the past have been persecuted. Daarom werden in het verleden heiligen, mensen die het Gods woord spraken, vervolgd. But nowadays the freedom of religions is greater and human rights have been more respected and so we have more opportunity to know spiritual practice, we can do it more openly. But even then, the spiritual experience, the heavenly blessing that we know from God is always advisable to keep for ourselves alone. Godsdienstvrijheid is belangrijk. De rechten van de mens zijn er gelukkig ook. En daarmee hebben we recht van spreken. Toch moeten we zorgvuldig omgaan met de goddelijke wijsheid die wij wellicht krijgen en ons ten deel valt. And there is a way to get to such a state at living in heaven while working on earth. There's a way to do that. Er is een manier om dat te bereiken. Werken op aarde en toch naar de hemel. Because heaven is already within us. Heaven exists all the time. We do not need to beg for it. We do not need to do penance for it. We do not have to pray all day for it. We just have to know where to get it again. We hoeven hier niet voor te boeten. We hoeven hier niet geen gebeden voor op te zeggen of penitentie voor te beleiden. We moeten alleen die ene manier leren kennen en aanvaarden. Because we are the children of God. We zijn Gods kinderen. We don't need to beg for anything. We are princes of heaven. We hoeven nergens voor te smeken of te bidden. Prince and princess, sorry. Because we always talk about God in a term of masculine. I also go with the way, but God has no specialty. I've seen and has no differences like we have, like you and I. It's different, very, very beautiful. It's sexless. Has no man or woman quality the way we think. Wij kunnen God niet voorstellen als een vrouw of als een man. Nee, hij heeft heel andere kwaliteiten of gespecificeerdheid die we niet kunnen beschrijven. Sometimes for the sake of contacting with us can appear as a woman saint, a woman angel inside, and to tell us advice and to share with us secret of the universe. Sometimes God appears as a man also to talk small talk with us, to tell us the wise way to live our lives and to take us up to heaven. But that is up to us. Sometimes we human beings love to see a woman appearance, love to see a man appearance. So accordingly, as we fulfill our wish and appear as man or woman. Omdat de mens geneigd is om zijn evenbeeld te zien en te begrijpen, denken we soms, en zo voelen we dat we een man of vrouw in de ervaring van een goddelijke beleving meemaken. Just similarly, I ask God, why most of the ancient masters were men? You know, why do you tell me to do this difficult job now? We surprise humankind. Het was moeilijk uit het verleden, de oude manieren om de weg te bereiden. Waarom? Daarom, zegt ze. Because I told them I'm a woman. I like to have time, you know. I like to look beautiful and I like to walk mooi slow zijn. And graciously. Dus I don't want to do man job, always rushing. Ik wil precies datgene doen wat een vrouw eigenlijk altijd moet doen ook. Yes. Mooi zijn. Because this is a very big job and strenuous and demands a lot of energies and a lot of stamina. Energie. And I thought man is better suitable. Ja, het kost heel veel energie en moeite, het werk wat ze doet. But God said, never mind, I will empower you. You can do everything.
Je kan alles doen hierbij. Has things that we need a change. Oh, you feel better? You feel better than him? Go ahead. Go ahead, go ahead. Ah. Translate what I just said. I didn't hear your last sentence, sorry. That's a problem. I also forgot what I said. So did I. Yeah, human needs a change. De mensen hebben een verandering nodig. Can you hear? Behind, can you hear? No. Wij hebben een verandering nodig. Speak louder, nodig. Please. Ja, okay. Speak loud like me. Scream. What's the problem? Why you keep changing translator? He was tired? He told a whole different story than you were telling. Yeah? He did, yes. So oh, it became too okay. Bad. Okay, try to speak louder then, if you know better. All right. Oh my goodness. Shall we start all over again? Okay, I tell you what. There's one solution for this problem. It is that you get enlightened. I can show you. It takes only a minute. That's why, yes. Iedereen heeft het al gehoord, maar ik vertel u, u kunt verlicht worden. Het neemt alleen maar een minuut. Oké. Okay. Slechts een minuut. Oké, okay, behind there. Can you hear? Okay, good. And then all the answers will come to you automatically because you are the master. En dan komen alle antwoorden automatisch, want jij bent dan de meester. Then you can communicate directly with God in whatever language you want, no need translation. Je kunt dan in direct contact zijn met God, dus je hebt geen vertaling meer nodig. There are two ways, I told you. One way is human language, another way is spiritual language. Mostly God communicates through spiritual language and we understand as well.